Ja, het is gaaf natuurlijk als je gewoon door de school mag rennen. Ik kan me herinneren dat ik altijd heel rustig door de school moest lopen. En dat je andere klassen en groepen niet mocht storen. Maar ja, dit is er om uit te dagen om gewoon iemand een wedstrijdje aan te gaan tegen je klasgenootjes of tegen schoolgenootjes. Dus ja, dat is super gaaf natuurlijk. Ik denk dat de kids dat heel erg leuk gaan vinden. Ja, wat we vooral willen bereiken met het actieplan is echt te inspireren. Ja, de Joint Movement Lane is een concept dat komt uit Denemarken, daar past dat toe. Daar hebben ze gezien dat kinderen graag willen rennen, maar in de schoolomgeving mag dat eigenlijk vaak niet. En toch zijn ze dat daar gaan doen. En ze zien dat kinderen als ze inderdaad rennen meer energie hebben als ze in de klas komen, maar ook meer concentratie en focus. Dus je ziet dat het ook voor de schoolprestaties een stimulans kan zijn. Nou, vandaar dat we dat concept nu naar Nederland halen en hier vandaag in Doetinchem gaan we dus de eerste Joint Movement Lane onthullen. En de ambitie is dat we de komende jaren in elke Nationaal Sportwerkgemeente er minimaal één Joint Movement Lane komt te liggen. Wij zeggen niet rennen in de hal, blijven zitten, rustig. En juist dit initiatief waarbij de gedachte is om even tussendoor, als ze heel intensief bezig zijn geweest, even kunnen bewegen, even andere gedachten en eventjes een andere mindset, denk ik dat het heel goed is. Hoe vinden jullie dat jullie mogen rennen door school?